That's the sound of the police. Goedenavond. Hey, ja. Jullie allemaal even opstaan. Iedereen die niet bij de politie zit, wilt die weer gaan zitten alsjeblieft? Ik wil mijn waardering uitspreken voor het feit dat jullie hier allemaal aanwezig zijn. De mensen die jullie nu allemaal zien staan, dat zijn geen vertegenwoordigers. Dit is vanavond de officiële afvaardiging van de Nederlandse politie. We hebben een tof programma. Het bestaat uit 3 delen. We gaan het hebben over verdacht. Verdacht. Bent u verdacht? We gaan praten met politici. Want de eerste dag is nog steeds van de liefde. De tweede dag is nog steeds van de pijn. En op de derde dag besef je dat je mij niet wilt zijn. En we gaan het hebben over maatschappelijke en beleidsontwikkelingen als het gaat om politiegeweld. Het is alweer de 6e keer dat we deze bijeenkomst organiseren. Het jaarlijkse evenement, landelijk, in samenwerking met Amnesty Nederland. Wil iedereen weer gaan staan, alsjeblieft? Iedereen die de documentaire Verdacht niet gezien heeft, die moet blijven staan. Iedereen die Verdacht gezien heeft, die mag gaan zitten. Wauw! Jeetje! I see you! Collega's die hem eigenlijk moeten kijken, dat zijn degenen die niet automatisch vanzelf kijken. Dus we zijn nu nog wel heel goed aan het kijken van ja, hoe krijgen we dit thema nou juist met die collega's ook bespreekbaar? Want degenen die hem niet hoeven te zien, die hebben hem allemaal wel gezien. We hebben meegewerkt aan een documentaire. En een van de commissarissen heeft een stuk geschreven. Was eerst op het intranet te zien en later in het NRC. En daarin stond, roept op tot polarisatie. Het is toch wel veelzeggend dat de brief die uiteindelijk dan in NRC is geplaatst, zogenaamd op eigen konto, maar wel goedgekeurd door de politiewoordvoering, geplaatst is, terwijl een ander geluid binnen het korps, een andere geluiden binnen het korps, daarvan geen brief zijn geplaatst. Dan kan je echt zeggen, sorry, dat dit niet waar is. Max heeft dit stuk geschreven voor intranet. En Max heeft het op eigen titel zelf naar de NRC gestuurd. Daar zijn wij totaal niet bij betrokken geweest. De documentaire Verdacht heeft echt wel behoorlijk wat teweeg gebracht. Binnen 24 uur heeft het geleid tot Kamervragen. Ik werd diep geraakt door de indringende kijk in deze documentaire. Maar is deze minister ook bereid om excuses aan te bieden aan al deze mensen die in de documentaire hun verhaal op tafel hebben gelegd? Wat is hetgeen wat jij graag wilt van de minister? Als je kijkt, zeg maar, hoe de overheid normaliter beleid maakt, dat baseren ze op cijfers, op feiten, op aantallen. En dat is hier niet het geval. Dus als de minister aangeeft in al zijn goede bedoelingen, 1. Dat dit niet meer gebeurt. Of dat dit minder wordt, dan is mijn vraag, waar blijkt dat uit? Ik heb samen met Jair, mijn collega, het debat op de voet gevolgd. We hebben dus het gefactcheckt. Dus we hebben gekeken naar de verschillende antwoorden die de minister heeft gegeven. In hoeverre zijn deze juist of niet juist? We hebben 3 korte filmpjes met 3 fragmenten uit de antwoorden die de minister geeft. En we beginnen met de eerste. Ja, en elk filmpje, dat gaan we dan toelichten. Het handelingskader proactief controleren, dat is bewust ingevoerd om eraan bij te dragen dat politiemedewerkers, als ze voornemen zijn een controle doen, er ze op gericht zijn om zich bewust af te vragen waarom doe ik die controle, wat is de rechtvaardiging daarvoor en is dat ook echt een rechtsgeldige reden waarom ik het doe? Ja, het antwoord is dat het wel waar is. Ja. Er is een handelingskader proactief controleren. Dat is in oktober 2017 is dat vastgesteld. En dat is geldig landelijk beleid voor alle politiemensen. Iedereen moet zich daaraan houden. Ik zou het nog eens erbij moeten pakken, de kracht van het verschil. Maar volgens mij worden nou juist zaken als etnisch profileren daar heel duidelijk als niet acceptabel neergezet. Is dit waar of is dit niet waar? Ik zie een rood, groen, rood, groen, rood, groen. Het antwoord is nee, dat is niet waar. Het woord etnisch profileren komt er niet eens in voor. Het is hoe dan ook niet een meetbaar doel. Het is niet een doel van de kracht van het verschil om etnisch profileren tegen te gaan. De politie dit monitort om juist te kijken, zijn we de goede dingen aan het doen om dit inderdaad richting nul te krijgen. Maar monitort de politie dat eigenlijk wel? Het is toch echt
onwaar. Ja. De politie monitort het niet, het ministerie monitort het niet. Dus dit is pertinent onwaar. We vragen hier al jaren om, samen met Amnesty en andere organisaties. Zodat je kan zien of de interventies die de politie pleegt, of die ook het doel bereiken, namelijk dat etnisch profileren afneemt. Er gebeurt ook heel veel op gemeenteraadsniveau. En wij hebben 4 gemeenteraadsleden. Die hebben we gevraagd of zij hier hun ervaringen kunnen delen. Youssef, we beginnen met jou. Youssef is van GroenLinks Amersfoort, zit in de coalitie. En we hebben met hem echt hele gekke dingen meegemaakt. Een van de dingen bijvoorbeeld is dat we uitgenodigd zijn in de paté van Amersfoort door de burgemeester om de documentaire Verdacht daar te vertonen. Ja, er ging op een gegeven moment een tweetenwereld uit. En die werd redelijk vaak geretweet voor Amersfoortse begrippen, dames en heren. En jou hoor, binnen nog geen 24 uur had ik de PA van de burgemeester aan de lijn. En nog geen 2 uur later hadden we een volledige zaal bij de paté geregeld. Wij hebben al die tijd, dat doen we zeker al 3-4 jaar, gesprekken met jongeren. We hebben ook geprobeerd om samen met jullie te kijken, kan er wat georganiseerd worden? En er zijn zelfs instellingen bij ons die ons tegengewerkt hebben op dit gebied. Het gebeurt heel veel in Apeldoorn. Alleen jongeren durven er niet meer over te praten, want ze zeggen we worden daarna gepakt. Reinier, ja. In Amsterdam ligt een coalitieakkoord. Daar mag iedereen toch wel heel erg trots op zijn. Ik moet wel zeggen, voordat we daar naartoe gaan, het lijkt alsof er een taalfoutje in staat. Heb je die gezien? Let op. Vertel. Lezen jullie mee? In Amsterdam wordt niet etnisch geprofileerd. Dat woordje niet had er natuurlijk niet moeten staan. Het staat er, omdat wij ons allemaal te degen realiseren dat het een enorm groot probleem is. Ik ben ook wel heel trots dat er in Amsterdam een hele brede coalitie is. Ik zie Moedat van Denk daar ook zitten, die het goed agendeert. Die echt ziet dat dit een probleem is en die de handen in één wil slaan om dit op te lossen. Noordin, heel interessant, want je hebt met verschillende partijen hebben jullie ervoor gezorgd dat 4 moties aangenomen zijn. Ja, in een knetterrechtse politieke stad ook nog eens. Hè. Het is een heilig huisje. Kritisch zijn is heel erg lastig. En wat in Rotterdam heel goed is gelukt in de jaren tijd, is dat door toch niet alleen maar moties in te dienen om te laten zien wie voor of tegen is, vooral bondgenoten te zoeken. We hebben een rechtsstaat, we hebben die politie heel veel verantwoordelijkheid gegeven. We zijn de enige in dit land met een geweldsmonopolie. Dat moet ook gecontroleerd worden. En dat is ook onze taak. En ik kreeg altijd het verwijt van, ja, maar dit polariseert zo de stad, dit polariseert zo de stad. Een vreedzame samenleving is niet een samenleving waar polarisatie ontbreekt. Een gezonde democratie kan daar prima tegen. Ik heb 4 zoons. Mijn oudste is nu 8 jaar geworden vandaag. Moet ik hem vertellen zometeen, als hij een goede salaris heeft, koop geen dure auto. En koop geen dure kleding, want je kan elk moment aangehouden worden om die reden. Er zijn heel veel maatschappelijke en beleidsontwikkeling als het gaat om het onderwerp politiegeweld. Wij zijn als Control Delete, houden we ons er heel erg mee bezig. We volgen het echt nauw op de voet. Soms is het een beetje technisch, zeker als je kijkt naar de stelselherziening die er nu aankomt. En dat hebben jullie vast ook meegekregen. Heeft de politie een proef gedaan met stroomstootwapens, tasers in de basispolitiezorg, dus de gewone alledaagse politiewerk. En die andere vriend van mij die zei, ik ben eigenlijk zo blij dat die taser er is. Want ik ben in een situatie geweest dat ik eigenlijk wilde schakelen naar mijn vuurwapen. Dat zou nog meer schade aanrichten en ik ben blij dat ik die persoon kon taseren. Als je alle casuïstiek optelt en gewoon simpel naar de cijfers kijkt, dan wordt de taser niet in plaats van het vuurwapen gebruikt. Dus dat argument valt weg. Ja, ik kan er weinig anders van maken. Waar agenten mee werken is, behalve die bevoegdheden natuurlijk, dat is heel belangrijk, hun instructie. Hoe zijn ze opgeleid en worden ze getraind in de politieorganisatie, in het gebruik van geweld in bepaalde omstandigheden. Daar zou wel wat mij betreft meer openheid in betracht kunnen worden. Is dat mogelijk om die transparantie te geven of op die manier te communiceren? Maar niet uit wie. Nee, zeker. Ik vind het het is iets waar we aan werken en waar we nog lang niet op het niveau zijn wat we willen. Hè. Ik wil daar helemaal niet defensief over zijn, want in heel veel gevallen gebeurt dat nog steeds niet. Is dat iets waar wij zeg maar vanuit Control Delete met jullie op door kunnen praten? Ja, lijkt me een heel goed idee. Ik vind het een hele interessante discussie. Dus ik heb zelf onderzocht van hoe zit het nou met geweld door de politie in de afgelopen 5 jaar. En het blijkt dat het aantal is afgenomen, maar ook de ernst van het politiegeweld. Mooie observatie, politiegeweld neemt af. Dat is inderdaad, dat klopt in de waarnemingen die ik ook heb gedaan. Maar dat zou ook raar zijn als het nog zou toenemen, want het geweld in de samenleving en de criminaliteit als geheel neemt ook af. En dat is waar de politie natuurlijk in acteert en opageert voor een deel. Iedereen die komt, zeg maar, hoor ik vanaf, we werken eraan. Kunt u niet iets noemen wat al af is?
Na de laatste keer dat ik Ctrl-Alt-Delete samenvatte, zei ik tegen Dion, ik leg mijn pen neer. Ik ben het zat om te schreeuwen. Ik heb geen stem meer. En die tas die je vastpakt terwijl je wegloopt, daarin neem je mee mijn vertrouwen, geloof en hoop. En mensen, hoe erg het onrecht zijn druk op je zet, blijf staan en hou altijd je rug recht. Feitelijk is elke beproeving tijdelijk. Dus blijf communiceren, ook al is het pijnlijk. We moeten van politiegeweld naar politiegeweldig. Van geen enkel kind de angst, alleen nog maar helden. Geweld moet stoppen, de tijd tikt door als een avondklok. De lange arm van de wet hoeft niet verlengd te worden door een wapenstok. Wat ik van de avond vond, ik vond hem constructief. Of je nou politieagent bent, leraar of Dion van Ctrl-Alt-Delete, geen van ons mag opgeven. Want hierin hebben we elkaar nodig en dat is wel mijn drijfveer om het beter te maken. Ik denk dat we nader tot elkaar komen. Er is in de samenleving al polarisatie genoeg. We hebben dat bijvoorbeeld gezien ook met het debat rondom Zwarte Piet. Ik denk dat Ctrl-Alt-Delete op een hele constructieve manier echt vanuit partnerschap probeert de boel bij elkaar te houden en die politie te verbeteren. Soms van buitenaf, maar ook van binnenuit. Zolang avonden zijn als deze, mijn werk niet klaar is. En ik de volgende dag extra mijn best zou doen om een politieagent, een politieteamchef te zijn voor iedereen. That's the sound of the beast.